getrouwd. En hij heeft een beetje moeite met herinneren welke dag het vandaag is. Omdat hij al super druk bezig is vanaf de donderdag, de eerste dag van het Breda Jazz Festival. Yes. Tijn Trommelen, een hele goede middag. Ja, goedemiddag. Hoeveel shows heb je op dit moment achter de rug gewoon? Ja, dit jaar valt het wel mee, maar ik mag tegenwoordig in de programmaraad mijn werk doen. En dan komt er toch nog wat extra werk bij kijken. En dan s'avonds met die jam sessie, dan lig je toch rond een uur of vier weer op bed. En dan wordt het allemaal heel laat en heel lang. Dus dat is wel, maar wel leuk. Heel fijn dat je eventjes tijd hebt voor ons voor Jazz Talk, want ik heb je net zien spelen op het Sasterras. Ja, dat is een van de kleinere podia natuurlijk. Ja. En zat je naast een man uit het Verenigd Koninkrijk en ik deed mijn ogen dicht en ik dacht, het is Old Blue Eyes, het is Frank Sinatra. Ja, die gast is helemaal te gek. Ik ben eigenlijk al sinds jongs van fan van hem en dan ken ik hem hier uit te zien en dat is echt te gek als je dan een keer met hem mag spelen. En dat, ja, dat is tof, dat is echt leuk. Dat hebben we dus even meegepakt, maar zo meteen is naar de Havenmarkt en dan mag er een tandje gas bij, hè, want dan sta je daar gewoon lekker met je band. Ja, dus ik ga met mijn kwartet Quintet spelen, optreden en dat ga ik maandag met de studio in om mijn eigen plaat op te nemen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Het is gewoon een lekker feestbandje voor studenten, dus dat is echt... Nou ja, als mensen dan gaan denken van oh, dat wordt het dondert en het bliksemt, want hij zit niet in Tilburg. Zo, niet nee, zo. Niet zo, hè? Nee, niet zo. Nee, ik ga alle... Welke traditie, Tijn? Ik ga alle klassiekers van Frank Sinatra, Bobby Darin, Dean Martin, noem ze op. Komt allemaal maar voorbij. LOVE, Ladies and Tramp. Ja, dat wordt superleuk. Maar nou maak jij die ook zelf ook natuurlijk, in die traditie. Ja, dat probeer ik wel te doen. Ja, maar dat lijkt me super moeilijk, omdat natuurlijk mensen kennen, ja, degene die je net noemde, waar natuurlijk de Rat Pack en alles wereldberoemd mee is geworden. Ja. Of Michael Bublé nu natuurlijk nog steeds heel veel meespeelt met Dusk. Hoe varieer je op iets wat zo klassiek is? Nou, ik denk dat het vooral is dat ik die muziek zo heb gehoord van kinds af aan, dat op een gegeven moment die melodie of dat akkoordenschema zit gewoon dan in je hoofd en dan ontstaan die melodie vanzelf. En ik was een beetje klaar met het hele American Songbook, ondanks dat ik het een gekke mooie nummers vind. Maar ik wil ook iets nieuws, ik wil een nieuw leven brengen in de jazz en dan wel met deze muziek. Dus dacht ik, dan schrijf ik mijn eigen nummers in deze stijl. Ja. Met die faceband zo meteen dus lekker spelen. Maar worden dat wel covers zo meteen? Ja, er komen zeker wat covers bij. Hè. Dat wordt echt wel alle bekende classics. Meezingers. Je bent echt opgegroeid in een muzikantenfamilie. Ja. Je vader speelde daar net ook nog eventjes mee, want die speelt sax natuurlijk ook nog. Heeft ook lang ook voor Breda Jazz van alles gedaan als voorzitter en dergelijke natuurlijk ook nog. Daar heb je ook net mee opgenomen. Ja, we hebben een duo-album opgenomen. Want we dachten, nou, wij zijn fan van twee jazzgiganten, Scott Hamilton en Bucky Pizzarelli. En nu zijn we zo van, nou, laten we gewoon iets speciaals doen. We gaan binnenkort samen op tour naar Zuid-Afrika. Dus we willen eigenlijk dan een cd hebben om dat te kunnen verkopen daar. Dus dit was het juiste moment om iets... Zuid-Afrika, ja, dan kan ik ook wel zeggen, ik wil spelen in Zuid-Afrika. Maar het is meer dan alleen maar de wens natuurlijk. Hoe kom je daartussen? Want Londen zat je laatst ook. Ja, ik mag best veel reizen met de muziek. Dus dat is te gek. Maar het was hier in Breda. Vorig jaar speelde ik aan de haven. En toen kwam er een man naar mij toe, Tony. En die zei van, hey, ik ben een boeker uit Afrika en ik wil je hebben. En ik dacht, nou, dat vertrouw ik niet helemaal. Nou ja, toen gebeld een paar dagen na en binnen 3 weken was het gefixt. Dus toen zat ik 2 weken in Kaapstad en Johannesburg. En nu heeft hij me wederom teruggevraagd, dus dat is wel te gek. Okay, dus gewoon de droom, echt muzikant worden, die ligt gewoon helemaal op koers. Ik leef precies het leven waar ik als klein jongetje van droom hier. Conservatorium ook al afgerond? Zeker, inmiddels wel. Ja, net een jaar afgestudeerd, dus het leven ligt, ligt helemaal beklaagd. Ja. En jij ligt aan het infuus op maandag? Zeker. Nee, dat studio, dus dan... Oh ja. Ik moet gewoon doorwerken de hele week nog, dus het is weinig slapen, maar wel veel plezier. Het is wel rock'n'roll, maar dan met een jazz twist. Zeker, ja. Heel veel plezier voor zometeen op de Havenmarkt. Komt altijd goed, een fijn podium met ook altijd het publiek dat wel zin Super heeft in leuk. Een dansje. Dus wat ik zeg, nog after hours. Het gaat je ook goed. Nog. Tijn Trommelen. Dankjewel. Dankjewel.